Yo mensen, Jaroske hier en welkom bij weer een nieuwe gameplay hier op mijn kanaal Jaroske Gaming. Op de achtergrond gameplay heb ik vandaag voor jullie gewoon een oud vertrouwd Black Ops 2 gameplaytje. Gisteren had ik natuurlijk even geen zin meer in Call of Duty Ghost. En daar had ik ook een video net over geüpload van die beste spelers ooit. En toen dacht ik, nou ja, ik ga gewoon even Black Ops 2 doen. Jordi95NL zit ook al Black Ops 2 te doen. Dus dit is mijn allereerste potje van die bepaalde dag. En mijn eindscore is echt heel erg lekker. Ik ga hem nog niet helemaal verklappen, want dat houdt het compleetje gewoon een beetje spannend. Dus de eindscore zul je vanzelf te zien krijgen. Ik speel eerst even met de M81 Quick Draw Adjustable Stock en de Reflex Sight. Maar na een tijdje dacht ik van, nou ja, ik ren er wel lekker op af. En M81 is meer een lange afstandwapen. Ik switch over naar de MSMC die ik dus na een tijdje pakte en daarmee door ging rennen en door ging lopen killen. Maar de gameplay op de achtergrond spoelt gewoon eventjes lekker door. Want waar ik het vandaag met jullie over wil hebben is gewoon eventjes een eerlijke mening over hoe ik op dit moment Call of Duty Ghost ervaar. En wat ik ervan ga verwachten. Want Call of Duty Ghost is ongeveer 2 weekjes geleden uitgekomen. En natuurlijk de eerste paar dagen, iedereen vond het helemaal geweldig. Iedereen rende lekker rond. Iedereen vond het nog een heel nieuw spel. Maar ik had al heel erg snel bij Call of Duty Ghost dat ik de nieuw factor een beetje begon te verliezen. En natuurlijk, er zitten heel erg veel perks in. Er zitten heel veel goede wapens in. En elk wapen is ook ongeveer even goed. Dus er is niet iets overpowered of whatever. Het spel is echt perfecto gemaakt. Maar ik mis een beetje het nieuwe eraan. Ik vond de eerste paar dagen het spel echt helemaal top. Ik vond het echt helemaal nieuw. En ik zat ook alles te ontdekken. Maar eigenlijk heb ik nu al alles in het spel gedaan. Ik weet precies met welk wapen ik moet spelen. Ik weet precies welke perks ik bij dat wapen aan moet zetten. Ik weet precies hoe ik op een normale map moet spelen. Ik ken de map alweer helemaal uit mijn hoofd. Elke nieuwe game, zoals Cranked, zoals Infected, die je nu maar met 12 mensen kan, zoals natuurlijk Blitz, ken ik ook al helemaal uit mijn hoofd. Ik weet precies hoe ik erop moet spelen. En ik vind het spel dus nu al niet meer nieuw. En daardoor gaat die factor van ik start mijn spel op en ik ga het spelen er ook een beetje af. En dat heb ik dus nu op dit moment een beetje met Call of Duty Ghost. Dat als ik het spel opstart, dat ik soms niet echt zin heb om het te gaan spelen. En dan wordt het nog een tikkeltje erger door natuurlijk de vele campers en door sommige bullshit dingen waardoor je doodgaat. Of doordat de mappen gewoon ietsje te groot zijn. En zo meteen komt natuurlijk de PlayStation 4 in Nederland uit. Ik ga hem niet op de release datum krijgen, maar 31 december, dus aan het einde van het jaar, krijg ik hem binnen. Daar komt natuurlijk Ground War weer op. En dan komt er ook allemaal meer actie in te zitten. En nu is het gewoon zo, je speelt 6 tegen 6. En je moet gewoon een beetje de mappen filtreren van ik wil gewoon de kleinere mapjes spelen. En niet zoals de map Stonehaven of de map die andere kutmap, die is een soort van jungle-achtig iets is met allemaal huisjes erin geplaatst en weet ik veel wat allemaal. Ik ken die grote mapnamen nog ineens, zo vaak speel ik ze. En zometeen op PlayStation 4 zal het waarschijnlijk wel weer een beetje normaal worden om gewoon elke map te kunnen gaan spelen in Ground War. Moet je wel echt Ground War gaan spelen, want anders slaat het nog steeds helemaal nergens op. Moeten de campers wel een beetje wegblijven natuurlijk op de PlayStation 4, want ik zat laatst een livestreamje te kijken van Ghost op de PlayStation 4. En ik zag gewoon, de map is ingedeeld in 2 kanten. Op de PlayStation 4 in Ground War. En aan de ene kant zit het ene team, aan de andere kant zit het andere team. Bam. Je kan erin rennen, maar dan heb je dus gewoon 8 man tegenover je staan. En omdat je redelijk snel dood bent in Call of Duty Ghost, is het gewoon irritant dat als jij 8 enemies voor je hebt staan, dat je ze bijna nooit alle 8 kan killen. Ik heb op dit moment, denk ik, ongeveer 10 multikills van de 5 man of meer in Call of Duty Ghost. En het is gewoon heel erg moeilijk, want meestal kill je 1 of 2 personen en dan ben je gewoon meteen zelf de lul en dan ben je zelf gewoon dood. Maar dat heb ik op dit moment gewoon een beetje als ik Call of Duty Ghost speel. Soms ook start ik hem op en dan zit ik in een party en dan zit ik 3 uur later nog in een party. Want ik ben gewoon eventjes weggegaan, ben ik gewoon even naar beneden gegaan, ben ik even naar buiten gegaan, ben ik even naar de McDonald's gegaan. Omdat ik niet meer echt verslaafd ben aan Ghost, kan ik het beste het redeneren. Ik had bij Modern Warfare 3 in de eerste maand echt gewoon al iets van 6 dagen playing tijd of zo. Ik was de allereerste max prestige zo'n beetje op Modern Warfare 3. Op Black Ops 2 precies hetzelfde verhaal. Ik heb het echt gewoon zo lang non-stop gespeeld. Dat is gewoon niet meer normaal. En nu bij Call of Duty Ghost, de nieuwe factor is voor mij al een beetje af. En het komt ook waarschijnlijk omdat het spel bijna precies hetzelfde is natuurlijk als elke andere Call of Duty. Ze hebben wel gewoon nieuwe veranderingen erin gemaakt. Maar ze hebben niet zoals bij Black Ops 2 echt een totaal nieuw spel erin verwerkt. In Black Ops 2 was eigenlijk alles nieuw. De wapens schoten anders. Het score streak systeem was anders. Je had echt gewoon een leuke nieuwe game modes. Nu zitten er in Call of Duty Ghost ook wel leuke nieuwe game modes. Maar daar kijk je ook al een beetje snel op uit. En ik vond Black Ops 2 dus meer een nieuwe soort Call of Duty. Ik vind dat Call of Duty Ghost een meer van halve soortachtige Call of Duty. Het is niet compleet, kan ik het beste het noemen. Het is niet zoals je een Call of Duty hoort te spelen. En ik hoop dat dat natuurlijk gaat veranderen op de next gen consoles. Want
Call of Duty Ghosts is ook gemaakt voor de PlayStation 4 en de Xbox One. En de PlayStation 3 en de Xbox 360 hebben ze het gewoon op uitgebracht. Omdat heel veel mensen natuurlijk de next-gen console niet kopen. Maar dan vind ik dat ze daar iets anders mee hadden moeten doen. Maar ik ben wel heel erg positief natuurlijk over Call of Duty Ghosts. Want het is een goed spel, het is een goed balanced spel. Er zitten niet echt overpowered dingen in. De gameplay loopt soepel, er zit nooit meer een of andere lek in. Of je eigen internet moet natuurlijk een beetje gaan lopen spacen. En Call of Duty Ghosts vind ik op dit moment de beste balanced Call of Duty die er is. Maar het heeft niet meer echt een verslavingsfactor. En dat was gewoon het doel wat ik met jullie wilde doornemen in dit compleetje. Het heeft niet meer echt een verslavingsfactor. Ik weet voor heel veel van jullie zullen het waarschijnlijk nog wel echt verslavend spelen. Maar ik denk heel veel ook niet. En je ziet ook heel veel commentaar op het spel. En het spel, er is echt totaal helemaal niks mis mee ofzo. Maar je mist gewoon soms even de actie. Er zitten iets meer campers op dan elke andere Call of Duty dan ook. Het is heel erg goed balanced. Waardoor je dus niet voordeel uit bepaalde perks, voordeel uit bepaalde wapens kan trekken. Zoals je bijvoorbeeld bij Black Ops 2 wel had. Zoals je bijvoorbeeld bij Modern Warfare 3 wel had. Als jij gewoon met een ACR rondliep in Modern Warfare 3. Was het zo, je had voordeel tegenover de andere enemies. Omdat de ACR sterker was dan elk ander wapen. En nu heb je in Call of Duty Ghosts het zo ingericht. Dat gewoon elk wapen ongeveer even sterk is. Waardoor je dus niet voordeel kan halen uit een bepaald wapen, uit bepaalde perks, uit bepaalde scorestreaks of whatever. Op Black Ops 2 had je bijvoorbeeld de swarm die je kon halen. Uptay had je in één keer 20 kills erbij, had je alsnog een goede score, et cetera, et cetera. En dat zit niet meer in Call of Duty Ghosts. Het is gewoon, wat mij betreft, de beste Call of Duty. Maar het wordt een beetje verneukt door de spelers zelf. En het wordt ook verneukt doordat er gewoon minder actie in zit. Je wil Call of Duty spelen omdat er veel actie in zit. En dat mis ik gewoon een beetje aan Call of Duty Ghosts. Met nog veel meer dingen erbij. Maar het is een goed spel. Het is een van de beste Call of Duty's. Dus we moeten even afwachten hoe het gaat worden op de PlayStation 4. Ik moet helaas nog wel eventjes wachten natuurlijk dat ik dat ding binnen heb. En ja, ik weet niet of een van jullie weet of ik hem eerder ergens nog kan krijgen op de release datum. Want nu krijg ik hem dus 31 december. Alleen het duurt nog een maand en veel dagen. Te veel dagen om te wachten eigenlijk. Dus ik moet eventjes iets gaan fixen dat ik hem misschien eerder kan krijgen. Maar dat zien we vanzelf wel. Ik wou dat gewoon eventjes met jullie aankaarten dat ik Call of Duty Ghosts leuk vind om te spelen. Maar op sommige momenten, op sommige dagen denk ik van holy shit, ik ga terug naar Call of Duty Black Ops 2, ik ga terug naar Modern Warfare 3. Of ik ga terug naar GTA 5, want dan heb ik gewoon eventjes geen zin meer om het spel te spelen. En dat komt dus door al die factoren die ik net heb opgenoemd. Maar de achtergrond gameplay, je ziet ik ben lekker bezig, ik speel natuurlijk op Hardpoint. En Hardpoint vond ik een van de allerchillste game modes ooit in een Call of Duty spel toegevoegd. Maar het was wel een beetje een overpowered game mode. Want je kon ten eerste gewoon punten gaan farmen natuurlijk. Als je op de hardpoint sprong, hey 200 punten. Ging er een enemy op, ging jij er weer op, hey 200 punten. Hoppatee, had je een orbital visit binnen, et cetera, et cetera. Dus het was een hele makkelijke game mode als je in een chill team zat. Zat je in een kut team, was een hele moeilijke game mode om een goede score op te halen. Maar er zat zo onwijs veel actie in. En daarom wilde ik deze gameplay op de achtergrond ook even voor jullie uploaden. Door die actie, je ziet, ik kom non-stop enemies tegen. Enemy. Kill. Huppatee. En de enige map waarop je dat kan hebben in Call of Duty Ghost is Strike Zone. Want al die andere mappen zijn gewoon een tikkeltje te groot. Er zitten gewoon chille mappen tussen. Stonehaven kan je ook chill spelen in 6 tegen 6, maar dan moet je geluk hebben. Elke map is goed gemaakt, moet ik zeggen, in Call of Duty Ghost. Maar ze zijn niet gemaakt voor 6 tegen 6. In Black Ops 2, elke map zo'n beetje raid, standoff, slums, nuketown. Al die mappen zijn gewoon gemaakt voor 6 tegen 6. En natuurlijk de map Plaza, de map Turbine zijn weer gemaakt voor ground war 9 tegen 9. Alleen, het was meer gebalanceerd in Black Ops 2 qua de grote map en de kleine map. En nu in Call of Duty Ghosts is het zo, de grote mappen domineren de kleine mappen. En niemand wil die grote mappen ook spelen, want ze zijn gewoon bagger kut om te spelen. Dus ja, weet je, ik hoop dat er gewoon nog een veranderingachtig iets in gaat komen. Of natuurlijk met de nieuw komende DLC's die eraan gaan komen, waar onder andere waarschijnlijk Dome en Scrapyard, et cetera, terug in gaan komen. Laat er gewoon alleen maar kleine mapjes komen. Zoals Standoff, zoals Slums, zoals Scrapyard. Gewoon lekker klein, compact. Waardoor je zoveel actie erin terug gaat krijgen. Want Call of Duty draait om actie. Battlefield draait meer om de tactiek. Battlefield draait meer om hetgene van samenwerken met je squad. En dat is natuurlijk ook heel leuk om soms eventjes te doen. Maar Call of Duty speel je gewoon om de actie. En de actie mis ik een beetje in Call of Duty Ghosts. Waardoor die verslavingsfactor dus ook ietsje naar beneden gaat. Waardoor je dus ook niet meer elke dag speelt. Althans, dat heb ik. Dat was zo'n beetje wel mijn mening, mensen. Het gameplaytje op de achtergrond duurt nog 30 seconden. En ik ben een paar keer dood gegaan op een 20, op een 15, op een 10 gunstreak. En ik probeerde steeds die nucleair te halen. Maar het was mijn allereerste potje van de dag op Black Ops 2. Dus mijn aim, die was echt gewoon pure stront. En ik speelde ook nog eens met koude handen. En als je iets niet moet doen op Call of Duty, is het spelen met koude handen. Want dan gaat je richtpunt echt gewoon alle kanten op. En dan mis je dus heel erg veel kogels.
Dat was mijn mening, mensen. Ik wil het eventjes met jullie doornemen, want het is natuurlijk best wel belangrijk wat ik ook vind van een spel die ik speel. Ik vind het nog steeds heel erg leuk om te spelen. Maar op sommige dagen is het gewoon een beetje een tikkeltje bullshit. Maar je ziet mijn eindscore. 10.000 score heb ik. Met een eindscore van 89 om 6. Ik probeerde die 100 plus te halen. Alleen helaas ging ik op sommige momenten eventjes een beetje kut dood. En dan haal je meteen die 100 plus natuurlijk niet meer. Maar anyway, het was mijn eerste potje. Dus het boeide me ook verder niet echt heel erg veel. Maar bedankt voor het kijken, mensen, naar dit compleetje. Hij was lekker lang. En ik wou gewoon even alles uitleggen. Wat ik op dit moment vind van Call of Duty Ghost. Wat ik hoop dat er nog gaat veranderen. En ik hoop dat jullie mijn mening een beetje respecteren. En dan zeg ik voor vandaag tot de volgende keer weer. En bye bye.